Welkom bij de Nanny en Shanny Show. Laat me jullie maar welkom heten, you know. Dit is mijn 10e vlog. En in de 10e vlog hebben we wat speciaals voor jullie. Het is even anders dan normaal. Maar wat wij vandaag gaan doen... Wat gaan we doen? De Fuck, Marry, Kill Challenge. Ik heb in zoveel gezegd dat het de tag is. Het is de tag. Fuck, Marry, Kill. The Fuck, Marry, Kill tag. You know? Hashtag. Oh. Nee, volgens mij, ik doe shit. Volgens mij wil je echt shit. Volgens mij is het gewoon de fact meer. Fuck, wow, fact. Fuck, Mary. Kill challenge. Ik denk echt dat het tag is, man. Nee, challenge. Weten jullie misschien wat het is? Reageer in de comments. Fuck, Mary, kill tag of fuck, Mary, kill challenge? Ik denk de tag en die challenge. Jenny denkt de challenge. Wij hebben alle twee. Niet op mijn blaadje kijken. Wij hebben. In ieder geval, wij hebben alle twee setjes voorbereid van 3 namen. Dat zijn gewoon bekende BN'ers. BN'er staat eigenlijk al voor bekend, hè? Toch? Nevermind. Het zijn in ieder geval bekende Nederlanders. En we gaan dus kijken met wie zou je willen marryen. Klopt dat? Marryen. Ik weet niet wat het is eigenlijk. Met wie zou je willen trouwen? Ja, met wie zou je willen trouwen? Marry. Ja, met wie zou... Ga gewoon verder. Oké, met wie zou je willen fucken en wie zou je killen? Yes. Ja, dat is wat we gaan doen. Dus we gaan beginnen, man. Ja? Wie gaat beginnen? Ik? Rock, paper, sister. Wat? Ik zei sister. Wat is sister? Rock, paper, sister. Yeah. No, you're my sister. Kom maar. Okay. Rock, paper, sister. Okay, je gaat te lang door in die joke, man. Sorry, zo ben ik. Oké. Steen, papier, schuim. Frans Bauer, Marco Bassato of Jan Smit? Frans Bauer? Ja, ik hoorde je. Dat zijn gewoon alle drie niet mijn smaak, yo. Ja, je zou toch moeten kiezen. Het zijn allemaal keesjes. 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 Ja, ik zou sowieso trouwen met Jantje Smit. Jantje Smit? Ja, vroeger was hij Jantje toch? Niet omdat je nu ouder bent, ben je opeens Jan. Shannon had je Jan. Ja man, weet Shannon je... en Jan. Jan en Shannon. Hoe heet je vriend? Jan. Is echt raar, maar oké. Okay. Ik zou trouwen met Jan. En ik zou doen... Marco Bassato. Oké, ik begrijp wel Frans Bauer. Maar eerlijk, Frans Bauer heeft een grote hoofd. Ik heb maar 1 liedje van hem. Daar kunnen de meningen over verschillen. Die geeft mij maar een bla 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 met een briesje aan de nas. Dat is wel Frans Bauer. Ik weet niet eigenlijk, volgens mij niet. Ik weet het niet. Ik was zomaar tof toen, maar ik weet het niet. Nee, ik weet niet meer. Ik ben. Op 1 heb ik voor jou Ronnie Flex, ja. Dave Roeping en Johnny 500. Maar wie is Dave? Bruh. Ik zweer, hij is Dave. Hoe ziet hij eruit? Net, hij lijkt een beetje op Johnny 500. Dit zeg ik alleen maar omdat ze beide blond zijn. Hij is een DJ. Ah, hij was okay. Bij Expeditie Robinson. Oh ja, oh hij, oké. Okay. Weet je het echt? Die ook kwam zo niet geloofwaardig. Weet je het echt? Ik denk dat ik het weet. Oké, okay. Dan is het goed. Oké. Okay. Ja man, Dave! Speelt hij nog steeds in Expeditie Robinson? Nee. Dave, man. In ieder geval. Dus. Ronnie, Dave of Johnny 500. Oké. Okay. Ronnie heeft wel veel geld, dus ik zou denk ik trouwen met Ronnie. Maar ja, zo. Je zou trouwen met Ronnie omdat hij veel geld heeft. En Dave en. Hoe heet die al? En Johnny hebben dat niet, zeg maar. Het zijn bekende DJ's en ze draaien niet alleen in Nederland. Jammer. Oké, dan zou ik trouwen met Johnny 500 als hij voor geld, hè? Voor geld, hè? Besef jullie, voor geld, hè? Laat me
gewoon. Dan zou ik fokken met... Nee, maar zou ik fokken met Rudy? Hij lijkt me ook echt een kleine jongen eigenlijk. Echt zo, ik weet echt zo... Puppy. Oké, ik zou fokken met... Ja, maar is het raar als ik hem ga killen? Ronnie? Ja. Why? Ik ken die hele Dave niet, toch? Ja, oké. Okay. Dat zou ik eerder voor Ronnie kiezen, als je niet helemaal Dave ja. Kent. Fokken met Ronnie, Dave. Gewoon fokken met Ronnie. Nee, maar... Dit is raar. Ja, maar ja, ik moet toch kiezen. Fokken met Ronnie en kill Dave. Trouwen met Ronnie. Oh, andersom. Trouwen met Johnny. Fokken met Ronnie. Ik kill Dave. Ey. Ik kill Dave. Ik heb Ali B, Yes R en Brace. Ik zou sowieso trouwen met Ali. Hij lijkt me ja liefst. Man, ik knuffel maar ook uit. Knuffel maar ook uit. Nee? Okay. Dat vind ik zo vies. Hij lijkt me gewoon het liefst, zeg maar, qua zo. Nee, maar Brace is ook wel lief. Yes, er is, lijkt me ook wel. Yes, er bestaat niet eens meer. Waar is hij? Ja, even serieus. Ik heb al jaren niks van hem. Ik weet niet eens of... Yes, er, where the fuck are you? Maar... Nee, man. Yes, er was echt mijn tune. Yes, er was de tune. Hoe gaat het? Ik ben niet meer van jou. Ik ben niet meer van jou. Ik zou fucken met JSR. Ik zou Brace laten, man. Hoewel hij was. Ik zeg je eerlijk, Brace was echt onze jeugd. Ja, ik wou zeggen gewoon. Oh, okay, wij waren onze jeugd. Ja, I know, maar ik voel hem gewoon niet. Ik voel JSR ook niet hoor, daar niet van. Maar volgens mij was hij nog wel niet lelijk, zeg maar. Was echt een slechte uitleg, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik zou Brace denk ik laten. Hij is echt zo'n papa-beer of zo. Ja, Ali eigenlijk ook, maar ik weet niet. Oké, okay. Ja. We skippen dat. Je hebt verder weer. Stap 3 song. We zakken dieper in de shit nog van mijn lijf af. Dit heeft echt geen zin. Ja man. Ja, oké, was een jeugd, maar het is oké. Pew, pew. Hoe gaat het liedje? Pew, pew, pew. Ik ben weer met je. Pew, pew, pew. Ik zou trouwen met Boef. Gadver, van alle drie zijn je trouwen met Boef. Ik snap dat ja, dan. Ja, Frenna, hij heeft wel... Nee man. Dus gewoon Boef man. Ja, trouwen met Boef. Neemt u als uw wettelijke echtgenoot gewoon Boef man. Nee, hij heeft toch gewoon een normale voornaam. Hij heeft toch Soufiane. Het is gewoon die Vienne Soufiane. Ze weet. Het is niet die Vienne. Het is toch zijn voornaam Soufiane. Hoe spreek ik het eigenlijk uit? Zeg me wel. Nee, ik denk dat het echt... Nevermind. Het is oké, vergeet het. Oké. Ja, trouw met Boef. Fokken met... Ik weet niet, Frenna trekt me gewoon echt niet aan, hè. Dus... Zou je fokken met hem? Maar ik zou ook niet fokken met hem. Je moet iets kiezen. Ik vind het zo... Dan zou ik eerder fokken met Frenna, denk ik. En dan hem killen. Kill jou! Maar humor is dom, man. Oh ja, jij is dom. Oké, ik heb op nummer 5. Zijn we bij 5? Ja, toch? Ja, we zijn bij 5. Ik heb op nummer 5. Gordon, Gerard Joling of Erik van Tijn. Ja, man. Allemaal keesjes. Als jullie het nog niet doorhebben, ze heeft gewoon drie boelers opgenoemd, hè. Allemaal kistjes.
Ey. Nee, ze zijn niet eens keesjes, ze zijn gewoon boelers. Boeler, keesjes. Oké, gaan we verder. Je doet laat. Ja, maar het is gewoon raar dit, daarom. Ik zou sowieso, Erik is oud. Ik zou met hem trouwen, want hij gaat bijna dood. Ze zijn allemaal oud. Nee, maar Erik gaat volgens mij bijna, niet dat hij bijna dood, ik wil niet praten dat hij bijna dood gaat, like, ik knop het af. Maar ik bedoel gewoon, hij is oud. Dus ik hoef niet lang te blijven. Ik kan ook gewoon vreemd op je gaan. Oh, Erik. Nee, sorry man. Dat is echt raar dit. Ik ga niet vreemd, ik ben daar niet van hoor. Maar Erik zou zo vreemd gaan. Nee, niet met hem. Je verandert de hele zin, man. Nee, ik bedoel, als je met Erik was, ik zou geen seks met hem hebben. Vreemd op hem gaan. Ja. En doen zou ik Gordon. Ik zou Gordon doen. Ik zie dat hij ervan gaat genieten. Ja, oké, Gerard Joling Gordon. Hij heeft ook neptanden volgens mij, Gerard. Wat heeft dat met seks te maken? Dan is je moffel zo. Kus het kind. Ik vind tanden heel erg belangrijk, jongens. Ik vind dat echt. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Het hoeft niet kaarsrecht te zijn hoor, maar. Zeker hoeft het niet kaarsrecht te zijn, want dat vind ik ook weer niet mooi, maar. Laat me gewoon in mijn waarde, ja? Ik laat je in je waarde. It's okay. Okay. Well, I did the same thing for her. Freddy Doodles of Doodles of Doe Freddy. Freddy. Ik ben het niet. Ja, Freddy Doodles. Freddy Doodles. Ja. Het klinkt wel lekker als ik dat zeg, hè? Freddy Doodles. Freddy Doodles. Wat is dat? Ik weet het niet. Freddy Doodles. Ik weet niet waar het is. Oké, never mind. Jamai van Idols en Fred van Leeuwen. Oké. Als jullie niet weten, er zijn ook drie boelers, hè. Ik zou wel zo trouwen met Ferry. Why? Met ja, oké, okay, hij is echt leuk. Hij is ook schattig. Ja. Ja, ik zou ook met hem trouwen, ja. Ja, man. Ik zou fucken met Fred. Want ik vind Fred ook wel zo. Gewoon zo'n leuk typetje of zo. Ja, Jamai. Ik snap je echt wel. Allee, Fred lijkt misschien zou ik eerder fucken met Jamai, omdat Fred toch echt gay is. En ik weet nog niet zeker of Jamai gay is. Dus dan zou Fred eerder AIDS hebben. Oh! Ik weet het niet. Moet je eruit knippen. Nee, ik laat het eruit. Ik weet niet wat ik over jouw buik heb. Nergens over. Ja, daarom. Ik weet niks. Je bent. We zijn klaar. Zijn we klaar? Ja. Oh ja. Nou, hey. Kom even in een box. Een box, hè. Okay. Een handje klap. Oké, een handje klap. Een begroeting. Ja. Een iets. Oké. Never mind, we moeten het. Ja, dat doen we op een ander moment. Oké, nou in ieder geval, Vianney werd geroepen door de vader en we probeerden het te negeren, maar het lukt niet. Dus in ieder geval, wat ik wou zeggen is: waren jullie het met ons eens? Reageer dan even in de comments. Maar waren jullie het niet met ons eens? Reageer dan ook even in de comments en laat ook weten waarom. Like, why would you fuck him, why would you kill him, and why would you marry him? En ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken en voor de support en alles. Love for that. Zijn er dingen die jullie willen zien of zijn er dingen die jullie willen dat ik doe? Laat het me even weten. Jullie kunnen me altijd DM'en, mailen. Laat het weten. En sowieso bedankt voor het... Ja, ik praat echt poep. Ik wil gewoon dat ik vind... Maar ben je klaar? Nee, ik ging echt wachten op je om het samen af te sluiten. Maar je hebt het gewoon helemaal gepest. Bye! Weer mijn knot. Oh, weer mijn knot. Oké, groet even in de camera. Nee, je hebt het al verpest. Bye! Bye. Bye.